Oma Brit leest voor. Korte verhaaltjes van Dickie Dick. Geschreven en geïllustreerd door Jet Boeken tussen 1978 en 2017. Boemspats. Hey beer, er zit een vlinder op je kop. En ik ga hem pakken, zegt Dickie Dick. Nee, ik, zegt Poesmuis. Dickie Dick en Poesmuis springen allebei en ze botsen boemspats tegen elkaar aan. Auw, mijn hoofd doet pijn, roept Poesmuis. Dickie Dick kijkt om zich heen. Hé, waar is die vlinder nou? Ik weet het niet, Dickie Dick, ik ben helemaal duizelig. Arme Poesmuis. Dickie Dick geeft haar een lik. En Beer? Beer ligt op de grond en die zegt niks. Hij heeft geen pijn in zijn kop. De mol. Wie heeft die dijk gemaakt? Een vis? Nee, vissen zwemmen in het water. Een vogel dan? Nee, vogels vliegen in de lucht. Ben jij een muis? Haha, nee hoor, mijn naam is Mol. Ik graaf tunnels onder de grond voor mijn lol. Heb je zin om mee te gaan? Spring dan maar achter mij aan. Dickie Dick duikt in het gat. Mol, niet zo snel. Haha, let maar op mijn staart, dan loopt het niet zo'n vaart. Mag ik nog een keertje mee, Mol? Ja hoor, maar jullie poezen kunnen beter draven dan graven. Hahaha. Wolken. Dickie Dick ligt in het gras. Hij kijkt naar de lucht. Daar drijven de wolken voorbij. Langzaam, langzaam. Maar de wolken hebben mooie vormen. Ze lijken op de dieren. Zie jij welke dieren? Herken jij ze? Past niet. Poesmuis blijft bij Dickie Dick logeren. Je mag bij mij in de mand, zegt Dickie Dick. Dickie Dick legt eerst Beer in de mand. Poesmuis, jij slaapt daar en ik hier. Oh, wat ben ik moe. Gaan Dickie Dick, Poesmuis en Beer slapen? Nee, dat lukt niet. De mand is te klein voor twee poezen en een beer. Dickie Dick krijgt zijn achterpoot er niet in. Ik ben moe, moppert hij, en ik wil slapen. Ik wil ook slapen, zegt Poesmuis. En ze stapt uit de mand. Wat ga je doen? Vraagt Dickie Dick. Ik ga naar mijn eigen mand. Welterusten. Nu kan Dickie Dick eindelijk slapen. Nee, eigenlijk ook niet. Want hij mist Poesmuis.